Samenvattend, mensen hebben redelijk veel vertrouwen in het kabinet. En verwachten, Willem Middelkoop, dat de crisis niet zo lang zal duren. Ja, tijd voor een laatste ronde van het crisiskabinet. Hij stond net bijna op om daar naartoe te lopen. Want u zei, in Japan heeft het 18 jaar geduurd. Nee, in Japan duurt de crisis eigenlijk al 18 jaar. Dat is de crisis die ontstaan is door het ontploffen van de kredietbubbel die daar in de jaren 80 is ontstaan. En de Japanse Nikkei, de beursindex, staat na 18 jaar 80% lager. Dus als je denkt dat je snel herstelt, hè, bijvoorbeeld de beurskoersen, de pensioenverpotten, dat kan je wel vergeten. Japan had nog het voordeel dat de rest van de wereld doordenderde in de jaren 90. En nu hebben we mondiaal dezelfde problemen. Dus wie moet ons uit deze crisis trekken? Maar wat voorspelt u dan? Hoe lang gaat het duren? Zolang we leven hebben we te maken met de negatieve gevolgen van het ontploffen van de grootste luchtbel aller tijden. Dus de kredietluchtbel die in 60 jaar misschien wel langer is ontstaan. En hoe oud bent u? Ik ben 46. Dus u heeft nog, laten we zeggen, nog 30 jaar te leven. We zullen het zeker nog 30 jaar merken, zegt u. Nou, de gevolgen daarvan. Ik zeg niet dat je 30 jaar diepe crisis hebt, maar de gevolgen daarvan, het wegwerken van die excessen, we weten dat uit Japan. We weten dat ook na 1929. Na 1929 duurde het tot 1954 voordat bijvoorbeeld de beurs was hersteld. Geloven we, mevrouw Wint? Nou ja, kijk, ik denk dat er wel een paar nuanceringen op zijn plaats zijn. Natuurlijk loopt de economie en lopen de mensen gigantische schade op. Natuurlijk heb je tijd nodig om dat te herstellen. Maar als het nu het bericht is van de crisis gaat nog wel 30 jaar duren, dan denk ik, hè, we hoeven niet echt het zonnetje in huis te zijn om ervan te zeggen van je mag ervan uitgaan dat dit een dieptepunt is. Dat het op een gegeven moment weer gaat stijgen. En of het nou zo heel snel gaat stijgen of dat wat langer duurt. Dat weet ik niet. Maar dan ontkent u gewoon de feiten uit de geschiedenis. Ik noem u twee voorbeelden. Ja, u denkt alsmaar dat u correcte voorspellingen doet. Mag ik? Nee, ik noem u twee feiten uit de geschiedenis. Na 1929 duurde het 25 jaar voordat de koersen weer waren hersteld. En als je inflatie meerekent, zelfs 40 jaar. In Japan duurt het nu na 18 jaar, staan we nog steeds 80% lager. Dat zijn feiten, mevrouw. Ja, maar u bent erg van de beurskoersen. En dat is ook een heel belangrijk stuk. Nee, de pensioenfondsen hebben dat nodig. Even mevrouw Wint. En dat is ook een heel belangrijk stuk. Maar ik denk dat je ook moet kijken wat is nu de grootste bedreiging voor mensen. En dan mag je er redelijke wijs van uitgaan dat we nu in een dip zitten. Die zal nog even duren. Maar hoe lang dat is, ik zou daar niet van zulke stellige uitspraken over durven doen. Meneer Van Eyck, u wel? Nou, het geestige is dat je nu ziet dat er mensen al zeggen dat de beurs aan het herstellen is. Omdat die een beetje begint op te kruipen boven de 210, 215. En dan realiseren we ons eigenlijk niet dat hij van de 700 afkomt. Dus het ligt er maar aan, wat neem je nou als eikpunt? Zeg je nou, hij moet weer naar die 700? Nou, dat gaan we echt voorlopig niet meemaken. Of zeg je, op het moment dat daar weer een opwaartse beweging in zit, dan is er sprake van een herstel. Okay. Dan kan iedereen die draad oppikken. Eén ding staat vast. De maatschappij wordt nooit meer zoals die is geweest. Maar dat geldt voor alles. En het is ook helemaal niet erg als we ons maar goed weten aan te passen.